welkom Molly. Dankjewel. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Je bent dus ook bedankt. Ja, sowieso. Ja. Je bent dus een straatvoetballer. Ja, klopt. En we hebben een aantal hele mooie vragen voor jou. Ja. En die gaan we je stellen, zodat de kijkers weten wie jij bent. Ja. Wat is je beste eigenschap en je slechtste? Slechte eigenschap is dat ik koppig ben. Heel erg koppig. Beste eigenschap is dat ik altijd voor mensen klaar sta, ten alle tijden. En dat ik niet moeilijk, dat ik zeg maar niet makkelijk mensen zal haten ofzo. Het is meer dat het van een ander zal komen, dat ik de ander dan niet zal mogen. Ja. Ik denk dat het mijn beste eigenschap is dat ik... Gewoon ervoor open zijn om met iedereen te praten. Maar zelf geen prater bent, dat is ook wel weer een slechte kant. Dat kan slecht of goed zijn hoor. Met het werk wat ik doe is het eigenlijk goed dat je juist veel praat met mensen. Omdat je dan contacten kan leggen. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld bepaalde bedrijven hebben. En die goed kunnen zijn voor ons als straatvoetballer. In eerste instantie was ik daar niet, was ik daar nooit van onder de indruk. En had ik niet het idee dat het goed voor me zou kunnen zijn. Dus was ik eigenlijk meer een stille persoon. Ik kreeg altijd kaartjes van mensen dat ik ze kon benaderen daarvoor. En nu maak ik er meestal wel weer werk van. Omdat het gewoon ook echt, ik moet het ook echt als werk zien, weet je. Ja, precies. Die dingen zijn goed voor mijn eigen inkomsten. Motiveert je om het beste uit jezelf te halen? Wat me heeft gemotiveerd is vooral bij het sport wat ik doe dan, voetbal. Is voornamelijk jongens die het dus niet hebben bereikt. Heel veel vrienden van me die het niet hebben bereikt met voetbal. Die hebben niet het beste uit zichzelf gehaald. Ik dacht dat het allemaal makkelijk zou zijn. En dat ze er al waren op hele jonge leeftijd, van 14, 15 jaar. En ze spelen dan voornamelijk al prof. En dan kan je zien dat het ook gewoon bergafwaarts kan gaan. Dat het gewoon ineens zo kan zijn dat je er niet meer speelt. En mijn motivatie is dus, met hetgeen wat ik doe, is dus zaalvoetbal. De trainingen die ik geef, is om ervoor te zorgen dat ik toch het uiterste uit mezelf haal. Ik ben nu bijna 37, over 2 weken. En voorheen was het gewoon allemaal leuk en aardig. Leuk voetballen. Maar uiteindelijk heb ik gezien dat het met hetgeen wat ik kan, dat ik ver kan komen. Ik heb heel de wereld gezien daardoor. En dat is allemaal door hard werken en mensen onderschatten dat meestal. Dus mijn motivatie is vooral de andere mensen gezien te hebben die me hebben gewezen hoe het niet moet zijn. Ja. Okay. Dus dat is mijn beste motivatie eigenlijk. Hoe ben je gekomen waar je nu staat? Is heel moeilijk eigenlijk. Vroeger had ik een zaakwaarnemer. Onze zaakwaarnemers heeft ons bij elkaar gebracht. Dat was een periode dat ik op zoek was naar een club, voornamelijk een profvoetbalclub. Het was er niet zozeer dat jongens die zeg maar amateur speelden, echt naar een amateurclub zochten. Ze wilden allemaal profvoetballen. En we zijn toen bij elkaar gekomen, allemaal jongens waarmee ik op straat af voetbalde, vrienden van me waar ik tegen speelde en zo. En dan stonden we eerst een model van Nike. We waren een model van Nike en we moesten op nikevoetbal.com, dat is de website, moesten we altijd een model staan. Af en toe wat trucjes doen, zodat het toch over de hele wereld werd gezien. En wij wisten nog niet echt wat ons doel daarmee was, want we wilden allemaal gewoon veldvoetballen. Ja. De mogelijkheid om naar het buitenland te gaan op die leeftijd was er niet echt. Nu zie je jongens van 16, 17 jaar allemaal naar het buitenland gaan. Dat was er vroeger niet echt. Iedereen wilde gewoon bij Ajax, PSV of Feyenoord spelen of bij AZ of een Vitesse, die ook een goede jeugdopleiding had. En alle andere teams die vonden we daar al wat minder, vooral als ze ver buiten Amsterdam waren. Dus voornamelijk... Dus eigenlijk gewoon zo ben je succesvol. Daar is het ontstaan. Ja, vandaar is het ontstaan. Ik ben gewoon begonnen met straatvoetbal, omdat ik het leuk vond op de pleintjes. En op een gegeven moment gingen ineens deuren open, toen wij als eerste begonnen bij nikevoetbal.com. En op een gegeven moment kregen we alleen maar kleding. Wat leuk is, dat je het niet van je ouders hoeft te krijgen. Je hebt toch gratis kleding, na je contract, is allemaal mooi meegenomen. Ja, maar toen ik 17, 18 jaar werd, wilde ik ook wel betaald ervoor krijgen, want het was veel werk. En het was eigenlijk ook hard werken. Je bent soms dagenlang weg. Maar ik kreeg er niet voor betaald. En het is een miljoenen of miljarden bedrijf. En het waren gewoon mensen die geen geld gaven. En toen gingen er ineens deuren voor ons open. Er waren mensen zoals Edgar Davids, Kiki Moussampa, Nordin Wouter, die met eigen merken op de markt kwamen, sportmerken. En wij komen daar dus onder contract te staan als straatvoetballer. En met hun gingen we dus op tour naar het buitenland. En van daaruit werd het steeds meer. Het was niet alleen maar gewoon op straat voetballen. Het werd op een gegeven moment echt een groot plaatje. Het is een stukje maatschappelijk werk ook. We gaan langs weeshuizen, we gaan langs scholen, sloppenwijken, ziekenhuizen. We werken met gehandicapten, we werken met mensen die het niet goed hebben, die
dus niet hun kinderen op voetbal kunnen zetten. En dat is dus ook een stukje wat we moeten doen. Ja. Of nou niet wat we moeten doen, wat wij leuk vinden om te doen. Ja. En nog steeds zijn er steeds meer dingen die wij doen. Ik zit ook nu in het laatste deel van een FIFA-spelletje. Dus en daarvoor hebben we ook trucjes gedaan voor deel 1 ervan. Dus dat is wel allemaal mooi meegenomen. Dus er gaan steeds meer deuren voor ons open. En ja. Op een leeftijd van 37 jaar gaat het nog steeds door. Ja. Ze weten ook niet waar het schip zal stranden. En we zijn gemotiveerd om steeds meer, verder te gaan. Ja, oké. Okay. Ja, laten maar. Goede instelling. Ja. Ik heb ook FIFA op mijn Switch. Ja, nice. Over een jaartje zal je me in het spelletje zien. Zo? Ja. Top ja, hoor. Ook op mijn Switch. Dan kan je met Ori spelen in het team. Kan je een poppetje kiezen. Ja, kan je een poppetje kiezen. Is er iemand die al inspireert? Ja, de meeste mensen zullen denken aan voetballers zoals Messi, Cristiano Ronaldo. Dat zijn nu de beste tegenwoordig. Ik sta zelf onder contract bij Ronaldinho, dus mensen zullen ook denken Ronaldinho. Tuurlijk keek ik wel altijd tegen hun op, omdat zij deden wat wij op straat deden, deden zij op het veld. Zo kan ik nog veel meer voetballers opnoemen. Ik was zelf gecharmeerd het meest van Andres Iniesta. Mensen zullen het misschien een beetje raar vinden, omdat ik zelf heel technisch ingesteld ben. Dus dat ze meer zouden denken dat ik aan een Neymar zou denken, of een Ronaldinho alleen maar. Ja, ja. Maar ik hou er juist van als een jongen, zoals een Messi of een Iniesta of een Zidane, simpel kan voetballen. Maar toch wel rendement heeft. Dus goals kan maken, assists kan geven en zo. Ja. Maar okay. Degene die me het meest heeft geïnspireerd, echt het meest, is mijn moeder gewoon. Want die stond er alleen voor, heeft voor ons gezorgd. En die heeft eigenlijk nog nooit een wedstrijd van mij gezien. Maar dat neem ik haar niet kwalijk, omdat ze hardwerkende vrouw was. Dus dat heeft me ook gemotiveerd om hard te werken. Ja. Ik snap hem, man. Dus mijn moeder eigenlijk. Moeder en een van mijn zussen die me ook overal naartoe bracht. Waarvan mensen denken dat het mijn moeder was, maar dat is mijn zus. Dus die twee zijn mijn grootste inspiraties. Wat is het meest absurde ding dat je ooit hebt gedaan? Gedaan? Ja, stelen denk ik. Dat is niet goed. Maar dat heb ik wel gedaan, vroeger toen ik wat jonger was. En ik wil niet zeggen dat het normaal is, maar daar waar wij zijn opgegroeid, dan komt het wel eens voor dat jongens stelen. En dat was bij ons het geval. Ja. En ik ben er sowieso niet trots op. Dat was ook een korte periode. Maar ik denk vanaf de leeftijd van 17 dat ik wel volledig was veranderd. Toen ik zag dat het niets werd met veldvoetbal, dat mijn focus op heel andere dingen lag dan dat op straat lopen en dat soort dingen. Ja. Heb je op dit moment een hele grote droom? Wat je nog wil? Ja, mijn droom is eigenlijk om zoveel mogelijk op aarde, dus de mensen te bereiken. Wat moeilijk is, want vaak hebben we projecten waarbij je naar dezelfde plekken terugkomt om te kijken of het ontwikkeld is, of de jongens vooruit gaan. Soms werken we ook met dames. Maar tegelijkertijd wil je ook meer van de wereld zien, meer mensen bereiken. We zien allemaal die reclamespotjes op tv waar mensen het moeilijk hebben, bijvoorbeeld in Afrika en zo. Ik ben gewoon eerlijk, ik doneer niet makkelijk omdat ik niet zie waar het geld naartoe gaat. Dus wij willen ervoor zorgen dat we echt een steentje kunnen bijbrengen. Wat terug kunnen doen voor de mensen. Ja. Dus dat vooral. Dat we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. En om minstens een glimlach op hun gezicht te krijgen. Ja. Dat is het belangrijkste voor ons, met straatvoetbal dan. Ja. Dat is niet meer zozeer toernooitjes winnen of zo. We hebben al genoeg gewonnen. We zijn zeker 8 keer wereldkampioen geworden. In teamverband, individueel hebben we ook heel veel dingen bereikt. Dus dat is niet meer onze motivatie, zeg maar. We zijn nu oud genoeg om wat terug te doen. Ja. Dus zoveel mogelijk mensen te bereiken en ervoor zorgen dat ze het wat beter kunnen hebben, als het maar voor een korte periode. Doen je allemaal deze coronatijd? Ik kon niet heel erg veel doen. Ik heb wel 1-op-1 trainingen gegeven, ik heb voldoende afstand bewaard. Ik heb me aan de voorzorgsmaatregelen gehouden. Maar ik heb natuurlijk ook te maken met een oudere moeder. Die dus wellicht makkelijk ziek kan worden. En mijn dochter. En mijn dochter is ook heel erg vatbaar en wordt snel ziek. Dus ik hield wel voldoende afstand. Ik had natuurlijk wel mijn werk, maar daar hadden we ook voorzorgsmaatregelen. We hadden gewoon handschoenen en werkte met mondkapje. Dus voornamelijk was het bij mij gewoon werken. Ik kan niet meer reizen voor straatvoetbal, voorlopig. Ik wil niet reizen voor die 1-op-1 training, maar soms doe ik dat ook in het buitenland. Dus dat stond even stil. En straatvoetbalcompetitie staat stil. Dus voornamelijk gewoon tijd doorbrengen met de mensen waarvan ik hou. Nice man, ja. Goeie instelling. In de coronaperiode. Voor de rest viel er ook niet veel te doen. Ik ben niet iemand die per se moet uitgaan. Ik hield wel van festivals, maar het kan me gestolen worden. Over een jaartje kunnen we dat misschien wel weer doen. Ja. Maar dat is niet het belangrijkste voor mij. Ja. Oké. Okay. Mooi man. Harde werker dus. Ja, sowieso harde werker man. Ja. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Heb je toevallig een wijze les die onze kijkers wil geven? Jazeker. Ik heb geleerd door al die trips die ik maak,
het verschil te zien tussen rijkdom en armoede. Ik heb in landen gevoetbald zoals Qatar, Kuwait, Dubai, Saudi-Arabië. Ik ben daar voor langere periodes geweest, ook tijdens de Ramadan en zo. Daar zie je het verschil tussen rijkdom en armoede heel, heel groot. Ik ben ook in landen geweest waar je heel veel armoede ziet. Ik zelf zie dat als ik in landen kom, zoals in Kuwait en zo, waar ze niet zoveel van de wereld hebben gezien. En in Afrika. Afrika zal je niet zo makkelijk merken, maar bijvoorbeeld in Kuwait, waar ze niet te maken hebben met mensen met bijvoorbeeld het haar wat ik heb, dreadlocks, ik heb gouden tanden. Dat vinden ze grappig, ze gingen wijzen naar me. Ik werd daar boos om. Maar dat heb je nu dus ook hier zo gewoon in Nederland. Wanneer je hebt nu bijvoorbeeld te maken met discriminatie, als je kijkt naar de mensen die bepaalde vooroordelen hebben over mensen, hoe ze praten over Marokkanen, of hoe ze praten over buitenlanders, hoe wij misschien zelf praten over Nederlanders, dat het niet goed is. Je moet het gewoon allemaal op je af laten komen. Ja. En dan pas je oordeel klaar hebben over iemand. Over Suriname zeggen ze dat we luie mensen zijn, waarbij ik bijvoorbeeld dus altijd zeg, is goed, dan moet je een keertje een dagje meedraaien met mijn familie in Suriname, moet je even kijken wat het verschil is tussen luie mensen. Ja. En die merken heel hard en die doen dingen op een afstand is van 10 kilometer, 20 kilometer, doen ze lopend. En dat zijn oude tantes van mij, weet je. Ja. Dus ik vind dat mensen niet iedereen over één kan moeten scheren. En mensen moeten ervaren voordat ze een oordeel hebben. Ja. Dat vind ik het belangrijkste bij iedereen. En dat er niet moet gekeken moet worden naar huidskleur en zo. Ja. Dat vind ik het belangrijkste, man. Heb je nog een vraag voor Ori toevallig? Welke auto rij je? Mercedes. Ja. Mercedes rijdt niet. Mijn vader ook. Ja. Ik heb groene nu. Groen, hè? Omdat ik het was vroeger mijn lievelingskleur. Ja. Nog even een klein spelletje. Lekker opvallend. Ja. Ja? Of wil je een spelletje doen? Steen, papier, schaar misschien? Ja. Ja? Doe maar. Met Ori. Oké. Okay. Jij ook mee? Ja? Ik doe mee met jullie. Oké. Okay. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Tot, zie je, hij heeft gewonnen. Is 1-0, hè? Tot de 5. Tot de 5. Oké, okay, staat 1-0 voor Ori. Steen, papier, schaar. Ja, ik moet jou rekenen. Ja. Steen, papier, schaar. Nee, je moet hem. Hij heeft gewonnen. Dus het is nu 2... Nee. Hoeveel heb je nu? 3-1, toch? Hoeveel heb je? Voor hem? 1, toch? 3. Hij heeft 3. 3-1. Ja, oké. Okay. Steen, papier, schaar. Ja, goed zo. 3-2. Bam! Okay. Steen, papier, schaar. Ja, 4-2. Ja. Nog een keer. Steen, papier, schaar. Ah, ja, weer. Nee. Ori heeft gewonnen, 5-2. Dankjewel, man. We hebben nog iets. We gaan namelijk een shirt uitloten aan een van de kijkers. Vasthouden. Nice. Ja, dus wil jij dit shirt winnen? Ja, dan moet je abonneren op ons kanaal, liken en misschien verwacht je wel de shirt bij jou thuis. Namens Ori Gomez. Ja. Nice. Nou, dankjewel, bedankt voor je tijd. Ja, geen dank. Jullie ook bedankt voor jullie tijd. Sowieso, man. Bedankt voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, abonneer dan even op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Elke zondag om 3 uur. Ciao, ciao.